In het kader van het project Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with emphasis on artisanal and small-scale gold mining, is er invulling gegeven aan de uitvoering van een Target Sector Analysis, TSA, omtrent de kleinschalige goudmijnbouwsector in Suriname. Het doel van deze studie is om de vereisten voor een transitie naar een duurzamere kleinschalige goudmijnbouwsector te identificeren en te analyseren. Gisteren zijn de eerste bevindingen van deze TSA gedeeld met verschillende overheidsinstanties, dignitarissen, maatschappelijke organisaties en multinationals. Het ministerie van Economische Zaken houdt zich voortdurend bezig met het faciliteren en ondersteunen van ondernemers. In dit kader hebben enkele studenten van het VOS ondernemerstrainingen aangeboden gekregen van het ministerie. De studenten die zijn geselecteerd voor deze training hebben eerder meegedaan aan de Green Young Entrepreneur Training van de Centrale Bank van Suriname. De studenten zijn op donderdag 17 augustus ontvangen op het ministerie dat potentie ziet in deze jongeren om hun verder te stimuleren in ondernemerschap. De Economische Controledienst heeft tijdens een reguliere controle op 14 en 15 augustus een grote partij landbouwchemicaliën als ook bestrijdingsmiddelen in beslag genomen. Deze middelen zijn van de schappen gehaald bij een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg die ook in een onhygiënische toestand verkeerde. In een bedrijfsvergunning voor het uitoefenen van winkelier algemeen is opgenomen dat het verboden is om landbouwchemicaliën samen met pesticiden te verkopen. Dit is een economisch delict. De ECD heeft de winkelier aangezegd om zijn zaken op orde te brengen.